62 afgestudeerden van de Elsjevink Sanitair College COFAP hebben gisteren hun diploma in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde in de kantine van het EFS College aan de Vluestraat. De geslaagden waren studenten van de richtingen verpleegassistent basisopleiding, ziekenverzorgende basisopleiding, mbo-verpleegkundige basisopleiding, mbo-verpleegkundige opleiding en de postbasisopleiding geriatrie-verpleegkunde. Angele Walalei Kubangsila, directeur van COFAP, attendeerde de geslaagden op de inhoud van hun beroepskeuze en de normen en waarden die daarmee gepaard gaan. U heeft ervoor gekozen om individueel of in teamverband zorg aan individuen te verlenen. En deze individuen zijn van alle leeftijden. Het kunnen zijn families, groepen, maar ook gemeenschappen. En u heeft ervoor gekozen om die zorg te verlenen aan zij die ziek zijn, gezond zijn, ongeacht in welke setting, of ze nog geld hebben of niet. Wat hun ras is, maakt niet uit. Wat hun leeftijd is, maakt niet uit. Wat hun sociale status is, maakt ook niet uit. Van u wordt verwacht dat u op een verantwoorde manier professionele zorg kunt bieden. U gaat per vandaag als volledig bevoegde zorgverlener in uw categorie aan de slag. Meredith Cameron, voorzitter van de studentenraad van COFAP, deed in haar toespraak een beroep op de geslaagden om hun werk goed te doen. U bent een professional in de uitoefening van dit beroep. Laat de zorgvrager u altijd als een expert blijven ervaren en nooit, nooit minder. Wees een voorbeeld. Cameron vindt het ook van belang dat de afgestudeerden gemotiveerd blijven en zij zich blijven bijscholen.